En dat doen we vandaag met Carlos Albers, voormalig technisch directeur van NEC. Tegenwoordig hoofdscout van AZ in Alkmaar. Net terug uit Chili. Wat heb je daar gedaan voor AZ? Ik ben daar op een toernooi geweest, Sud-Americano, onder 20. Dat is een landentoernooi voor jeugdspelers tot 20 jaar. Die strijden om het kampioenschap van Zuid-Amerika. Dus dat zit Brazilië, Argentinië hierbij, maar ook Bolivia, Ecuador, Peru, Chili. Dus daar ben ik 12 dagen geweest. En daar heb ik getracht de beste talenten in kaart te brengen. Ik hoor zo graag van je of dat gelukt is naast jou, Martijn Meerdink. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal het beste als oud-voetballer van de Graafschap. En je bent daar ook weer aan de slag, hè? Als jeugdtrainer. Ja, ik heb afgelopen dinsdag heb ik mijn eerste training gehad bij de middenbouw van de Graafschap. Dus een soort topklasse. Die hebben ze in het leven geroepen. De hoofdjeugdopleiding, Jefta Bessa. Mee gesproken en daar zochten ze nog een trainer bij. Dus ja. En daar ben je dan weer? Ja. Met je blauw-witte hart. Ja, dat zal ook altijd blijven. Dus dat is mooi. Misschien kun je even met je buurman straks praten of er nog leuke talenten rondliepen daar ook voor de Graafschap. Ik weet het niet. Hè? Als ze de AZ niet kunnen gebruiken, in Doetinchem kunnen ze nog wel gebruiken, heb ik me laten vertellen. Absoluut. Even iets heel anders. Hè? Afgelopen maandag overleed Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd in Duiven. De oud-trainer en voetballer van onder meer de Graafschap, PSV, Groningen en Vitesse. Hij was al een tijd lang ziek. We gaan heel even naar hem kijken. Verre paas, goede van Koolhof op Leverik met Hofstede voor. Koolhof! Ja, jullie kenden me alle twee heel goed. Martijn, om met jou te beginnen. Wat deed dit nieuws met jou? Ja, daar schrok ik wel intens van. Maandag zat ik op Facebook te scrollen. Toen zag ik een bericht van een supporter dat zijn clubicoon en een heel fijn mens hebben verloren. Ja, in de voetbalwereld. Ja, en dat schrok mij wel erg af, ja. Had jij nog contact met hem? Ja, heel af en toe. Ik heb een half jaar geleden was ik met Wim van Zeist, ook een voetbaldier, ook bij de Graafschap gewerkt. Was ik daar en toen was hij al ziek, maar toen kon hij nog wel goed praten en in de stoel zitten. Maar ja, volgens mij werd het ook minder en minder. Dus, welke rol heeft hij gespeeld in jouw carrière? Ja, best wel een grote rol. In mijn jeugdjaren onder 19, nu de onder 19, was toen die tijd was dat de A1. Ja, heb ik anderhalf jaar niet gespeeld. En ja, hij heeft mij toch wel door laten gaan, naar het tweede elftal. Ja. Hij zag wat in jou, hè? Ja, ik weet niet, dat denk ik wel. En hij kreeg gelijk. Ja, de Graafschap heeft daar toch iets opgeleverd. Ja, Carlos, jij werkte met hem samen bij FC Groningen? Klopt, ja. In welke rol? Ik was daar bij FC Groningen hoofdscout en Jurrie was scout. Dus in die twee jaar dat ik daar gewerkt heb, hebben we heel prettig met elkaar samengewerkt. En ik was op de hoogte van zijn situatie de afgelopen periode. Op 10 januari, op zijn verjaardag, heb ik hem ook nog aan de lijn gehad. En ook in de weken daarvoor merkte ik al wel dat de energie nam af. Ja. En uiteindelijk heeft hij het zich over moeten geven aan de ziekte. Ja. Veel te jong. Ja, veel te jong. Vanavond dan wordt bij de Graafschap vanzelfsprekend een minuut stilte gehouden voor Jurrie Koolhof, die van belang is geweest voor die club. Op de dag dat de Graafschap overigens precies 65 jaar bestaat. Een avond van uiterste emoties. Laten we dan maar naar de emotie van het voetbal gaan. Ja. Het spelletje zelf, de degradatiezorgen van de Graafschap vanavond tegen NAC Breda. Oftewel de nummer 18 tegen de nummer 17. Cruciale wedstrijd, Martijn. Ja, die is heel cruciaal. Ik denk als je deze verliest, dan ben je weg. Hier staat heel veel druk op. Ja, ook bij de supporters, maar ook sowieso bij de jongens. Dat weet ik 100% zeker. Maar goed, ze hebben een goede wedstrijd op de Vijverberg laten zien. En ze moeten hun beste beentje voorzetten. En als de Graafschap spelen. Ja, dran. Ja, dat lijkt mij wel vanavond. Jij zit in het stadion, denk ik, hè? Ik zit dicht bij de Spinnenkop, ja. Jij zit dicht bij de Spinnenkop. Zit ik ook. Okay. Carlos, hoe kijk jij naar de Graafschap en het beleid daar? Ze hebben nauwelijks scouting, hè? Dat ligt eigenlijk helemaal op zijn gat. Jij bent hoofdscouting bij AZ. Dan weer in de eerste divisie, dan weer in de eredivisie. Het wordt ook wel de heen- en weerclub genoemd. Hoe kun je dat veranderen? Hoe belangrijk is bijvoorbeeld een scoutingapparaat? Nou ja, in mijn ogen is een scoutingapparaat heel erg belangrijk.
Omdat de club, de eerste elftal, is het meest belangrijke wat er is. En daar heb je eigenlijk een paar aanvoertjes. Omdat de eerste elftal moet presteren. Klaar. Ja. Nou, daar moeten trainers voor zorgen. De staf moet daarvoor zorgen dat iedere week daar het mooie spel is, de punten zijn. Maar er moet ook een aanvoerroute zijn. Nou, één mooie aanvoerroute is de jeugdopleiding. En een andere goede aanvoerroute is de scouting die dat ook weer moet aanvullen. Dus dat zijn voor mij twee heel belangrijke pijlers zeg maar, binnen een club. Dus eigenlijk begrijp jij niet dat ze daar niet of nauwelijks wat aan doen met de Graafschap? Dat ik zou andere keuzes maken. Ik zou altijd een scoutingapparaat opzetten. Ik heb ook een jaar bij Willem II gewerkt. Daar was ook geen scouting. En het eerste wat ik gedaan heb, is daar ook een hoofdscouting aan neerzetten. Scouts daarbij betrekken. Want je moet spelers in kaart hebben. Je kunt niet afhankelijk zijn van de markt, van spelersmakelaars die in januari gaan bellen met dit is de beste speler. Ja, ze bieden altijd de beste speler aan. En zeker niet als je de Graafschap bent. Hè? Nee, daarom. Dus je moet gewoon, en ik denk ook dat er gewoon kansen liggen in een mooi achterland hier in Duitsland. Waar gewoon heel veel goede spelers zijn. En die beste stap willen maken. En Graafschap is gewoon een mooie club. Ja, goed scoutingapparaat. Een mooie, goede jeugdopleiding. Nou, daar ligt dan een prachtige rol voor jou weggelegd, Martijn. Gaat de oplossing voor de Graafschap uit de jeugd komen? Deels, denk ik. Maar net wat Carlos zegt. Belangrijk is wel dat je jongens in beeld hebt. En op een goede manier. Met een goed fundament. Achter, zeg maar, bij de Graafschap. Ja, en dat is echt wel scouting. Daar ben ik het ook wel helemaal mee eens. Dus, ja, daar moet wat gebeuren op dat gebied, ook zeker. Als het aan jou ligt. NEC, ja, misschien nog wel grotere zorgen. Crisis, 15e plaats. Al 9 keer verloren, slechts 7 keer gewonnen. Ja, voor een club waarvan we allemaal dachten, oh, die gaan dit seizoen wel even meedoen om de titel. Hoe kan dit? Nou, ik heb dat ook al eerder aangegeven. Omdat ik zie dat het een structureel probleem aan het worden is. Hè. NEC is eigenlijk van een structurele club in de Eredivisie. Nu bijna lijkt het erop, hè, een structurele club zeg maar, in de keukenkampioendivisie aan het worden. Waar zit dat in? Nou, ik denk in de organisatie van de club. Hoe die georganiseerd is sinds een aantal jaren. Wie daar invloed op uitoefenen. Daar zit denk ik de kern van het probleem. Remco Overzier, de technisch directeur, is recent vertrokken. Het is sowieso een komen en gaan van trainers en directeuren bij NEC. Jij zegt, om ook al die mensen die zich daarmee bemoeien, waar doel jij dan op? Heb je het dan over de investeerders, à la een Boekhoorn? Nou ja, ik denk dat zeg maar sinds 2012-13 is dit een aandeelhouder geworden. Mm-hmm. En Marcel Boekhoorn is een van de aandeelhouders en er zijn een aantal andere aandeelhouders. En daarmee is ook de club zo georganiseerd dat in de Stichting Administratiekantoor, in de RVC en destijds ook in de directie, wil men iedereen de mensen hebben. En de mensen zijn geen vakmensen. Ze creëren elke dag onrust in een wereld die juist rust nodig heeft. Ja. Voetbal is emotie, zei je net al. Zeker. Soms is het binnenkant paal erin of eruit. Dat kan gebeuren. Alleen op het moment dat je structureel een lijn hebt. De mensen die verstand hebben van voetbal, die moeten over het voetbal meepraten. En niet alles en iedereen daaromheen. Dat is kort gezegd jouw boodschap. Nou ben jij ook weggegaan. Hè? Een hele hectische periode. Je verkocht wel spelers voor heel veel geld. En liet de club ook met een redelijke winst achter, volgens mij. Nou, komt jouw naam wordt steeds vaker genoemd als het gaat om de redding van NEC. Moet jij niet terugkeren naar de Goffert? Nou, dat... Wil je terug? Nee, zoals het nu georganiseerd is, wil ik absoluut niet terug. Nee. Er zal eerst iets moeten gebeuren. En ik denk dat er maar één oplossing is. Denk ik bij NEC, is dat Marcel Boekhoorn uiteindelijk zal zeggen... Nu zegt Marcel Boekhoorn, ik laat de club niet in de steek. Alleen tussen een club in de steek laten of er iets van maken... Ja, daar zit een heel groot verschil in mijn ogen. En hij moet er iets van gaan maken. En daarmee zal hij eerst rust moeten creëren, in mijn ogen. En dus daarvan denk ik dat hij enig aandeelhouder moet gaan worden. En van daaruit professionele mensen neerzetten, zodat er rust in die club komt. Nou, die is er op dit moment niet. Er zitten heel veel mensen die daar al heel lang lopen. Vanavond staat de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht op het programma. Ja. Stel dat de NEC gelijk speelt of verliest, betekent dat het einde voor Jack de Gier? Nou, je kunt ook weer Jack de Gier wegsturen. Maar dan wordt Jack de Gier nummer 20. Wellicht van de afgelopen jaren. En daarmee los je de problemen binnen de club niet op. Wat gaat de Graafschap doen vanavond tegen NAC? Tot slot. Die gaan winnen. Die gaan winnen. Daar ben ik wel van overtuigd. En een feestje vieren, hè?
Eerst een mooie minuut stilte voor Jurikov. Zeker. En daarna zeker. Vieren dat die club 65 jaar bestaat. En laten we hopen dat ze erin blijven. En dan volgend seizoen NEC weer tegenkomen. Ja, dat zou mooi zijn. Zou mooi zijn. Ik bedoel, nou, heel even kort, ja of nee, mooie spelletjes gezien? Absoluut, ja? Jazeker. Ja, je ziet altijd mooie spelers. En je ziet ook veel spelers die niet haalbaar zijn. Alleen ja, je gaat voor die 1, 2 of 3 spelers. Wij gaan AZ in de gaten houden. Veel hartstikke succes mooi. Daar. Dankjewel. En dank voor jullie komst hier naar ons Mediacafé.